Goeiedag, ik wens je natuurlijk fijne kerstdagen. Deze kerstdagen die niet wit zullen gaan verlopen en vaak ook druilerig zijn. Zeker de eerste kerstdag. Dan is het misschien wel beter om gewoon binnen te zitten en te genieten van de kerstversiering. Want buiten ziet het er zo uit. Als u op pad gaat vandaag, dan moet u toch echt wel de paraplu meenemen, denk ik, als u droog wilt blijven. Want op veel plaatsen regent het geruime tijd. Het model laat het ook heel duidelijk zien. Vanuit het zuiden is een neerslagzone Nederland ingetrokken. En dat neerslaggebied dat breidt zich geleidelijk aan steeds verder uit naar het noorden. En dat betekent ook vanavond lange tijd regen. In de nacht wordt het geleidelijk aan droog vanuit het westen. En dan krijgen we morgenochtend te maken met een buiengebied dat overtrekt van west naar oost. Daarachter gaat het droog worden en opklaren. En dan wordt de nacht van maandag op dinsdag best een frisse nacht met eventjes weer wat lagere temperaturen. Dinsdag overdag blijft het dan waarschijnlijk droog en hebben we misschien wel de mooiste dag van de week met wat zon en zoals gezegd droog weer. Ik heb de kaart even op een rij gezet. We pakken even de zondagmiddag, eerste kerstdag erbij. Nou, dat is dus een natte dag, maar wel met hoge temperaturen. Over het algemeen tussen de 10 en de 12 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Ook in de avond is het nog lang nat, maar vanuit het zuidwesten wordt het dan geleidelijk aan droog. En dan gaan we naar de tweede kerstdag toe en dan hebben we die buienstoring die in de ochtend gaat passeren. Van west naar oost. Het kunnen een paar stevige buien zijn, misschien wel met windstoten erbij. En ik sluit niet uit dat er heel lokaal ook nog een klap onweer voorkomt. In de middag wordt het vanuit het westen droog en dan gaat het ook nog wat opklaren. Met name in die westelijke provincies is er ook wel kans dat de zon nog tevoorschijn komt. De temperaturen 9 tot 11 graden, dat is eigenlijk aan het eind van de ochtend, want in de middag gaat de temperatuur geleidelijk aan dalen. Staat overigens een stevige wind morgen hoor, matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan zee misschien wel eventjes een harde wind, windkracht 7. Heel anders is die wind dan eerste kerstdag. En dinsdag gaf ik ook al eventjes aan, dat wordt de mooiste dag van de week. De kans op een enkele bui is aanwezig, maar op veel plaatsen blijft het droog. 6 of 8 graden wordt het met nog steeds een stevige wind uit het zuidwesten. Nou, dan kunnen we ook nog eventjes verder gaan kijken. Dan pakken we even het grote weermodel erbij. Beginnen we nog even op eerste kerstdag. We zien dan dat we een zuidwestelijke tot westelijke stroming eigenlijk heel de week hebben. En dat er diverse storingen gaan passeren. Dat betekent wintersweer, dat zit er gewoon niet in voorlopig. Het blijft wisselvallig en ook vrij zacht met temperaturen later in de week gewoon rond de 10 graden. En ja, normaal voor deze tijd van het jaar is een graad of 6. In de pluim is het ook heel duidelijk te zien dat we die hoge temperaturen houden. Ook rond de jaarwisseling is dat het geval. Er zijn zelfs voor de eerste dag van het jaar temperaturen misschien wel mogelijk richting de 15 graden. Daar wordt een beetje op gehind door sommige weermodellen. Of dat ook echt gaat gebeuren, nou, dat is natuurlijk even afwachten. Maar wat we wel zien, begin januari nauwelijks verandering in het weerbeeld. Die temperaturen blijven hoog en het blijft wisselvallig. En als ik dan wisselvallig zeg, dan kunnen we dat hier ook goed zien. Komende week zijn de neerslagkansen erg hoog, bijna iedere dag. Alleen dinsdag lijkt het net eventjes wat droger te blijven. Fijne kerstdagen.